Voorzitter, dank u wel. Nederland loopt voorop als het gaat om dierenwelzijn. We horen het vaak, maar als het al waar was of is, dan moeten we wel wat harder lopen. Frankrijk heeft gezegd, dolfijnen en orka's die horen eigenlijk niet in een afgesloten zwembak, maar in de oceaan. Laten we ons inspireren door dat moedige besluit. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de Franse regering heeft besloten een punt te zetten achter het fokken en uiteindelijk houden van dolfijnen en orka's in gevangenschap, verzoekt de regering zich te laten inspireren door het Franse besluit om dolfijnen en orka's een leven in vrijheid te gunnen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wassenberg. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, dan de walvisjacht. Nederland is daartegen, Europa is daartegen. We hebben daar stevige uitspraken over en toch houdt onder andere Noorwegen zich daar niet aan. Partij voor de Dieren vindt dat we alles moeten doen wat we kunnen om die walvisjacht in elk geval te belemmeren. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er een internationaal moratorium geldt op de walvisvangst. Constaterende dat Noorwegen het moratorium niet respecteert en voor komend jaar heeft aangekondigd maar liefst 999 dwergvinvissen te doden. Constaterende dat de export van walvisvlees door Noorwegen naar Japan de afgelopen jaren is gestegen en dat daarvoor Europese doorvoerhavens zijn gebruikt, verzoekt de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen de doorvoer van walvisvlees door Europese havens een halt toe te roepen en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wassenberg. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, de laatste. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat Frankrijk het initiatief neemt om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw in de gehele Europese Unie te verbieden. Constaterende dat de Kamer al diverse moties aannam om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en biociden buiten de landbouw in eigen land fors te beperken, verzoekt de regering zich in te zetten voor een volledig Europees verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en biociden en gaat over tot de orde van de dag.